keek met hem mee. Hij had je echt nooit gezien. Oef, succes jongens. Succes. Succes hè. Succes. Jongens, niet divebommen. Het wordt... Ah, Jezus. Jezus. Het wordt nog gezegd. Alucard, jongen. Serieus. Sorry. Ik moet door... Drie man uit. Maar langs. Race, Matthias. Nee, ja, ik niet. Hoe moet je die eerste bocht dan pakken gezamenlijk? Gewoon iedereen achter elkaar? Of hoe, ja, een beetje wel, ja. Ja, hij is gewoon niet te doen. Ik ben denk het verkeerd. Iemand noemt mijn naam, maar ik weet niet wat ik... Je divebom doen. Oké, ja, dat was niet mijn bedoeling, sorry. Nou, kan je wel een paar mooie inhalen. Wow. Dat ze die game kutter hebben gemaakt voor controllerspelers. Is dat zo? Ze hebben de sensitivity van je stuurknop wordt je aangepast. Maar ik moet nu extreem ver insturen. Kan je dat niet aanpassen? Je kan het niet meer terug aanpassen. Nee, ik reken me nu. Ja, dan moet je die Edge controller kopen, maar net zo een stuurtje kopen. Ja, dan kan je net zo goed een stuurtje kopen. Koop een stuurtje dan. Ja, kom op man. Geen ruimte. Dat heb ik ook moeten doen. Geen ruimte. Je hebt gewoon van die mooie inklapdingetjes. Ja, maar geen kasten zo om in hier te zitten. Staat toch mooi in je woonkamer? Ik denk dat vriendin toch iets anders over. Allemaal die kabels.
voor. Was er niet voor in dan? Gaat het al regenen? Nee. Steek je vinger even uit het raam. Nou, check het even. Ik heb even gekeken op de Monza weer, maar nee. Maar je bent toch in de VR aan gamen, of niet? Ja. Dit is wel echt de lelijkste auto. Als ik druppels zie, zeg ik mooi niks. Bij het zweten. Ja. Wisseltje. Rock Flex of Tape, dankjewel jongen. Maar lekker wel echt vet en goed jou. Wisseltje. Ja. Het stuurtje erbij. Vooral al had Formule 1 gekomen. Dankjewel voor de 5 maanden jongen. Er wel voorbij, Matthijs. Wat zie je die DRS-knop? Nou, die. Zo, was hem bijna kwijt in Ascari.
Come on! Come on! Oh, vertik je toe, Koos? Ik zag het. Het is een mooie uitredmoment de hele tijd. Ja, maar ik weet al, je kan helemaal niks. Dus nou ja, laat maar gaan. Wacht op het foutje. Ja, die komt ongetwijfeld wel. Dat gaatje moest dicht. Het kost mijn plekje, Matt Boy doet mee. Ik zie het, ja. Ja, met z'n drieën erin. Ja, dit wordt levensgevaarlijk. Wauw. Auw, Matt Boy. Grappig dat kon ik niet nemen. Hoe ging dit goed in godsnaam? Nou, ik remde veel in. Ja, dan nog. Volgens mij was het niet eens een touché. Wim er eentje linksaf. Ja, daar maakte ik een foutje. Ik zei toch, dat foutje, dat komt er wel. Ja, maar ja, nou ben ik een seconde weg. Nou, ik kom vanzelf nog een keer. Yep. Nu mag ik weer even proberen. Ja. Oh.
Oeh. Soft. Come on! Lekker battle. Ah, net weer hoor! Die nog te redden. Ja, ik probeer je boven. Ik sluit ze alweer. Wat zou je dan op die borgen in die eerste borg? Rubber. Ja, je moet hem ook wel goed kunnen positioneren. Ik was aan het glijden, jongen, niet normaal. Ja. Dan denk ik eerst dat die kant op. Recht achter je, dus ik volgas door blijven. Het is close racing al een paar rondes, jongens. Ik yep. Fucking love it. Wow! Wat de fuck gebeurde er daar? Nou, ik dacht als ik zo neem, kan ik inhalen. Ik wil niet mee. Ik miste hem, dus dan kan je beter daar rechtdoor. Dan ligt nog asfalt. Ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Zie ik nou regen komen? Ja. Zo snel we naar beneden gaan als het wel is. Ik vind het perfect om met winter is. Maar ik merk ook wel, mijn remweg wordt steeds langer bij bocht 1. Ja, dacht je me eindelijk te hebben? Ja, godverdomme. En dan te mans worden, hè? Je moet gewoon zo lang mogelijk vol proberen te houden op deze mediums. Ja, er zit wel een aardig verschil in, maar er zit vooral een tempo verschil in. Matthijs, ja, samen gewoon een ronde, ja. Maar gewoon op de helft wisselt, dan haal je het niet met de slot, zeg maar. Ik hoorde je niet. Als je op de helft wisselt, dan haal je het net niet met de slot. Ligt eraan, verschil per auto. Het verschilt ook aan hoe je rijdt. Je krijgt echt geen antwoord, hoor. Kom maar, ja.
Ook dat niet, maar ik bedoel, ja, het verschilt ook letterlijk per auto. Is een streaming kruis op staat met auto. Oh! Oh, oh! Nou, het lucief, nou moet je. Jouw beurt. Ik weet dat jullie top speed net iets hoger ligt. Dus ja, klopt. Ik die met inhalen. Wat heb je daar een penalty voor? Voor wat? Ja, omdat je veel sneller bent. Slaat echt ergens op. Buitenom door het gras, het dan een penalty. Ik los hem zo aan de rechterkant in. Wat een boost. Het is wel veel stuivertjes wisselen bij ons, jongens. Ja, alleen jij rijdt nog te veel voorop. Hoi, kort. Wow. No. Volgestopt van Matthias. Ik ga lang op deze sociale. Ja, het zijn mooie drag races iedere keer naar bocht heen. Ja. Ik ken nou maar die Mercedes. Ja, ja. Vooralsnog klaag ik niet. Hé, hey, qua tanken. Oh, ja. Ja, ik moet ook wat tanken. Sorry, Pik. Ja, de benzine is te duur, man. Gaat ie? Ja. Ja, ik heb geen probleem. Oh. Ik krijg wel 2 seconden aan mijn boek. Ik was naar boven naar Holland eigenlijk bij jullie. Fijn, ik controle kwijt. Ik vind het gelukkig goed. Ik remde echt veel te laat. Het is echt magic hoe ik dit doe. Ja, magic button? Magic buttons. Daar heb ik die Final Fantasy games van de week gehad. Oh, serieus, ja? Ik heb meestal van Netgame of van Lamar Games, die is ook best wel goedkoop. Netgame heb ik vroeger ook veel gehad, ja. Ik begin toch wel te merken, de bandjes zijn wel redelijk op aan het raken. Als ik puur in de slijtage kijk, valt het wel mee. Zo snel. Heb je Lamar Games wel eens gecheckt, Koos? Nee. Nee. Dat is ook een goede site, die is ook goedkoop. Lamar Games? Ja, daar heb je die Final Fantasies, die kosten daar 5 euro of 4 euro of zo. Oké. Okay. Ja. Nou, maar ja, ze nu al, maar. Final Fantasy X en X2 die waren 5 euro of zoiets. Ja, dat zijn ze bij Magic Buttons ook wel hoor. Oh ja, oké. Okay. Het zijn niet de hele. Het zijn niet de hele zeldzame, zeg maar. Nee. Maar toch, bij Netgame zitten ze meestal toch nog iets boven de. Kijk, als je daar bijvoorbeeld ook Final Fantasy wil kopen, dan zit je al ja, klopt, een paar ja. euro boven de. Ja,
ja, ze zijn meer groot. Ja, ze zijn best wel groot. Wie zit er voor jullie? Voor de achterblijven? Weet ik niet. Denk een achterblijven. Ik zie blauwe vlag. Elkaar kan je zo aan de kant gaan? Ja. Tot langs. Thanks. Dankjewel. Je hoeft niet op de rem te gaan staan hoor, maar als je maar van de racelijn af bent, zeg maar. Ja, ik wil geen risico nemen jongens. Ik kom er lekker voorbij. Op de rem al allemaal niet aan. Driehoek bordje. Ja. Ja, de driehoek. Oh jezus, maar. Jezus, gasten. Oh, ja, dat merkte ik. Oh, iets PlayStation 2 of mis je dat nog? Voor de PlayStation 2? Ik zag dat je X wel. Heb, ja? X2? Ja, 12 heb ik ook. Nee, 11 heb ik niet. Dat is die ook. Oh, oké, okay, 11. Ja, die wat niet meer werkt eigenlijk, hè? Volgens mij wel. Volgens mij zijn de servers nog live. Oh, oké. Ik ben niet 100% zeker, maar ik dacht het wel. Ja, het zou goed kunnen hoor. Of private server misschien, dat hebben ze met Resident Evil Outbreak ook gedaan. Kun je via, ja, private deze, servers kun je. Maar deze is ook wel echt heel populair geweest ook, hè? Dus ik kan me voorstellen, ja, dat ze, ja, dat... Dat mensen. Ja. Dat is ook paid subscription, of niet? Ja. Oh, sorry man. Ah, oh, ja. Vorige rondje van leuk dik, hè? Dus. Ja, nee, ik dacht dat ik nog voor je zat, dus ik denk ik sluit hem mooi af. Oh. Want die bocht daarna wil ik binnenkant hebben natuurlijk. Blaas maar. Vector. Ah, het zal Blastfire toch ook niet zijn echte naam wezen? Ik denk het wel. Jawel, ja. Die gast heet het eigenlijk Ruud. Ik weet niet hoe jij heet. Karel. Hey, Roel. Karel, Henk. Kareltje. Hi, Kareltje. Hou maar rugger. Ik zag dat er iemand aankwam, ik dacht, maak maar plaats. Er zit volgens mij ook de hele tijd die van met die blauwe vlag, die zit er nu weer. Maar ik zie niemand, dacht ik, wel, dus. Ja, dat ben ik. Ik heet er al heel veel. Ja, kom maar. Dank ja. U. Ja, sorry man, ik rij alleen maar aan de weg, maar ik dacht... Geef niks. Doe ik ook bij mensen. Klopt, al een ronde 15. Nog niemand te langs, Koos? Nee. Mijn linker achterband is bijna op. Hou ze goed op, hè? Een beetje op. En Koos, rondetijden zijn niet belangrijk, als je ze maar ophoudt. Maak je geen zorgen. Klas, 37. Ik
Dit is mijn eerste race in de GT2 auto. Veel beter. Nice, hè? Ja, man. Wat is jouw nickname? Ik hoor alleen maar staan. Karel. Nee, jongen. Henk. Zippy. Nee, ik ben Skiks. Ah, Skiks. Autojacht op een reetje. Ja, heb ik een vaart gekozen. En volgt zo'n die formulewagens toch? Nee, dat wordt een speciale race. Dan kan je koos inhalen met de batterij. Ja, kan je die gebruiken dan? Ja, ja. Welke knop? Gewoon de nitro knop dan ofzo? Ja, de lachgasknop. Nee, tyfus, sorry. Wat een tering, sorry. Huh? Jammer. Maar het is wel vet, want je hebt gewoon één keer erbij, zeg maar. Dus op is op. Wel een beetje vandaag, Kirby, wel een beetje. Wel helemaal gek van dat schuddende stuur. Wat voor merk is dat? Fanatec. Goedkoop is duur ook. Ha! volgens mij zijn die best wel duur. Wat is duur? Wat is duur? Over de 300 euro? Ha! Ja, wel ietsjes. Een paar keer boven de 300 euro. Een paar keer over de 300. Ja. Jezus. En het zetje. En het zetje is heel veel over de 300 euro. En met de stoel en alles erbij, zeg ik dan. Ja. En heb je V3 toch? V3 pedalen? Ja. En je VR headset van 650 euro, wat kost dat ding tegenwoordig? Ja, maar je moet er wat voor over hebben, jongens. Wat zeg je, jongens? Simrace is niet cheap. Doe jij nog wel eens een VR? Ja, dat is wel zoveel vetter. Hè? Wat zeg je? VR? Ja, 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 zeker. Ja, doe jij dat ook nog wel eens? Ja, 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 absoluut. Ik ben nieuw in VR. Formule 1 in VR is bruut, man. Ik ben alleen niet zo snel als zonder VR. Kan je die Assetto Corsa, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar kun je die ook op de PC in VR spelen? Ja. Ja. Ja, juist op de PC. Op de PlayStation niet. Ja, want ik heb hem op Steam laatst gekocht voor een paar euro. Ja, hij is top. Top in VR. Ja? Oké. Okay. Ja. Die speel ik elke donderdag. Ja, ik moet hem nog eens een keer proberen, want ik was er. Maar die was nu on sale, zeg maar, en ik dacht van, pak hem maar. Ik heb hem nog niet gespeeld. Ja. Maar die is net zoals deze ook realistisch, hè? Simulator of niet? Oh, ja. Nee, ja, veel beter. Realistisch. Nog realistisch. De mensen zouden dit niet als realistisch omschrijven. Nee. Oké. Okay. De pedalen zitten los, jongens. Het is echt super kut. Hoi, chief. Dat is wel een fucking handicap dan, ja. Ja, het is gewoon elke keer als ik zeg maar die... Koop nou nieuwe! Nee, het is niet stuk. Je moet voor gewoon een nieuwe... koppet kopen.
Ja, heb je die? Ja, dat bedoel ik ook. Heb je die nou nog niet? Nee. Die trofee? Nee. Dan maar een maand geen uur. Dat is wat bijna denken. Dat was het. Iedere keer als ik zit te kijken, het is zo pleuris duur, man. Het begint bij 500. Oh, je wil ook een stoeltje erbij. Je wil ook een stoeltje erbij. Je wil ook zitten. Ja, als het even kan. En dan wil ik een monitor stand. Oké, dat is €400. Ja, die zijn wel... Ik denk, joh, je kan ook gewoon even balkie maken, dan ben je er ook. Ja, maar zo ziet het er ook uit. Monitor staan. Ja. Belachelijk. Ja, dat is ook niet zo grappig meer, man. Je moet net als Max Verstappen gewoon zo'n Formule 1 karkas en de garage zetten. Ja, dat is ook niet heel goedkoper. Nee. Het schijnt dat Max Verstappen, het schijnt dat Max Verstappen wel geld heeft te spenderen. Ja. Ja. Ah, een beetje maar, joh. En twee keer geld, wat waarschijnlijk... Wat? Max Verstappen, die komt er oorspronkelijk uit waar ik vandaan kom. Wel. Hey, België. Oh, ik dacht dezelfde moeder. Nee. Dan had ik nu ook zo'n ding gehad. Waar is Alphys heen dan? Waar is Alphys heen? Ja, waar is die? Ik denk dat hij ernaar voor ja. Die wil met zijn nieuwe PC. Nou, wat er vorige week gebeurde, was niet heel bijzonder, toch? Dat is bijna elke week. Ja, sorry. Was hij boos? Ja. Dat kan toch niet? Godverdamme! Ja. Die Formule 1, is die beter op de PlayStation of op PC om te spelen? PC. Oké. Okay. PC. Makkelijker om cheats te installeren. Ja. PC is via. PC, PlayStation moeilijker. Ja. Maar ik dacht misschien qua performance, maar het zal niet veel verschil maken. Nee hoor. Hangt van wat je PC hebt. De PlayStation is ook top. Ja. Ja, maar beter PC als de PlayStation. En dan kan je meer VR spelen. Dat zou je zeggen, maar tegenwoordig met de games zijn zo slecht geoptimaliseerd dat je zelfs een wifi computer kunt hebben en dan nog het spel niet fatsoenlijk draait. Hebben ze Jedi Survivor al gepatcht of is die nog steeds... Geen idee. Ja, ik had de framerate gewoon gecapt naar 40 en dan waren die stoppers weg, zeg maar. Maar als je hem zeg maar unlimited deed, dan... De Last of Us, een mooie port. De Last of Us heb ik echt nooit meer kunnen spelen, omdat die het zo kut was. Helaas. Ja, maar je hebt dat nog geprobeerd, hè? Ik weet niet wat ik al zei. Ja. Meerdere keren zelfs, man. Maar die hebben ze zo nog niet gefixt. Nope. Het is een kleine studio. Ik ben benieuwd, waaruit Koos? Ascari nu uit. Kijk er voor je. Kom maar langs jongens. Blijf van rechts. Ben je al gefixt, dit? Wat? Heb je al gefixt? Ja, lang al. Is het niet een idee om in plaats van die Warzone gewoon een keer die normale multiplayer te doen? Dan kan je ook met meerdere mensen spelen, of niet? Hebben we wel eens gedaan. Grotere... Oh, hebben jullie al eens gedaan? Ja, ja. Wow! Gewoon zo'n private game en dan met de community. Ik kan dat minder goed als Koos. Wat deed je? Ah, datzelfde blokken wat jij doet, alleen over 5 curbstones heen.
En Lizzie heeft er langs laten. Ik wist dat ik laatst kon remmen, dus toen jij mij uitremde, toen wist ik dat ze die bocht met een auto ging halen. Ik wou zeggen, die normale multiplayer die heeft wel gewoon goede performance. Die Warzone die zag ik poep. Ja, die heb ik dan weer niet op PC, die heb ik alleen op PlayStation. PlayStation. Ah, oké. Ja, dat is crossplay geloof ik. Ja. Heb jij soft, Chief? Yep. I'm fucked. Maar op zich kun je er ook op tactisch bij spelen met Search and Destroy en zo. Dan kun je wel leuke potjes maken. Oké. Ga je dat nog een keer doen? Geen idee, daar durf ik echt geen belofte over te maken. Hij moet eerst helpen. Maar, heel eerlijk, ik ben niet per se om geïnterviewd te worden tijdens de race. Ja, sorry, ja, je moet je concentreren, ik kan me kloppen. Hij moet eerst Elden Ring nog uit. Weet je, een vraagje of zo, prima, maar. Ja, een heel interview. Hey, en dit? Ik wou net aan Koos vragen waarom we hem zouden moeten aannemen. Nooit vragen. Het antwoord is altijd omdat ik geld nodig heb. Wat maakt jou de ultieme presentator voor dit programma? Geld. Heel veel geld. Ja, geld. Give me money. Wow. Had ik er niet voor mee verwacht. Nee, ik kon nergens meer naartoe. Ik zat vol met. Zullen we iets harder weg met elkaar gaan? Ik wou nog 9 seconden naar Koos toe rijden. Dus. Ja, eigenlijk. Moet ik achter jou aan rijden, man? Je liet me langs. Zo dicht erop in Ascari is gewoon zo kut. Yep. Nou, het is ook wennen. Ik heb echt 5-6 rondes achter Koos aangereden zo. Dan wen je er ook wel aan of zo. Alles went. Ja. Behalve event. Ja. Vertel Koos. Als ik de maatschappij van tegenwoordig zie, er is weinig verschil meer. Vertel. Ik hoorde Skate zeggen dat als hij een goede kont heeft, maakt het niet uit of een vrouw of een man is. Ja, ieder zou zijn voorkeuren. Dat weet ik niet. Ja, dat zei hij bij die maandag. Dan hadden jullie door voor Tinder of zoiets, en toen zei hij dit. Tinder is helemaal kut. Ja, vind ik ook. Ik vind Grindr veel beter. Nee, ik ben Bumble. Bumble is wel heel nice. Bumble? Ja. Hetzelfde als Tinder. Alleen als je matcht, kan jij geen bericht sturen. De vrouw moet eerst een bericht sturen. Dus. Ah ja. Wauw, dan kan je nog lang wachten of niet? Ja, maar dat is top, want dan weet je dat je niet van die hersenloze swipers gewoon hebt. Ja, dat is. Ja, maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet, want dan reageer ik. Ja, dat is inderdaad wel bij nagedacht. Ja, maar meestal die wat heel veel aandacht vragen, die zeggen nooit niks. Chief, waarheid Koos, happy shit, wat gebeurt er allemaal? Ik rijd nu onder de brug naar de laatste bocht. Ik heb VR, ik kan niet zien wat er gebeurt. Echt? Ja, heb je je hebt al gepit. Nee. Ja. Dat is het enige nadeel van de VR in deze game. Je weet niet waar je rijdt. Okay. Het zijn alle games hoor. Met Formule 1 is het ook net niet. Ik dacht dat je misschien een klein display ergens had. Het is een Messi, hè? Je moet gewoon iemand aan de pitwall hebben. Yep. Komen we er allemaal voorbij. Wow, waar heb je zoveel tijd gewonnen, man? Ik er? Ja. Ik heb nu een softband. Ja, oké, maar Chief ook. Nissan die gebruikt minder brandstof. Dus Koos die was echt een paar seconden sneller uit de fiets. Goed dat je het zegt dat de brandstof bijna leeg is.
Ze hebben de fucking wagen niet getankt in mijn pit. Ja, dat moet je zelf doen. Hij heeft hem doorgedrukt. Ja. Ja, nee, dat probeerde ik, maar dat deed hij niet. Die moet niet. Ja, daar heb je per ongeluk twee keer gedrukt. Bij je bandenwissel. Dus eerst je banden en dan wacht je tot hij klaar is met tanken en dan druk je. Nee, je drukt zeg maar om te stoppen met tanken. Oké, duidelijk. Ja, het zit ook een beetje vaag hoor, maar... Ja, dat wist ik niet. Ja, kijk, dat is de eerste keer voor mij, dus ik nou, dat niet weet daarom. Je kan beter nu alle fouten maken. Ja. Een van die fouten is niet langzaam rijden naar Skari. Kom maar. Zit jij... Oh ja, je zit achter. Ik ga wel naar links komen. Ja, ik was aan het... in het slipstreamen nu. Bij de handje? Ik moest hem ergens naast. Ik ging even op je streamen, toen zag je mijn naam. Ik dacht, kut, aan de kant. Bij de handje? Ik dacht je al komen. Ik denk, van een tikkie toe. Nee hoor, niks aan de hand hoor. Het is al 13 seconden close. Ja, die kunnen we wel vergeten. En waar is de Sega-man? Achter je. Ah, daar komt hij. De Sega man. Sonic. Gotta go fast. Had je nou Sonic of Sega? Dat weet ik niet meer. Beide. Bijna synoniem, hè? Ja. Ja, ik moest vroeger een Sega man zijn. Een Sonic man. Ik was een Sonic man, maar we hadden Super Nintendo. Oh, ja, ik andersom. Maar dat was zo'n ding van het gras is altijd groener bij de buren. De buren hadden zeg maar Mega Drive. Sonic vond ik helemaal geweldig. En ik had Super Nintendo met Super Mario World, dat vonden zij helemaal geweldig. Ja. Ik had andersom. Ik had een vriend van mij met ouders die de Super Nintendo. En ik kreeg van papa een Mega Drive met alleen Sonic. Hetzelfde, en Streets of Rage. En hetzelfde was, ik wilde heel graag een Game Boy, want iedereen speelde Pokémon, Red and Blue, al die shit. En toen kreeg ik een Sega Game Gear. Ja. Wat echt een fucking lijp apparaat is hoor, begrijp ik niet verkeerd. Ja, ik een kut ouders, weet je wel. Ik wilde een Game Boy en ik kreeg een Game Boy. Dat was wel echt... Dat had een kleurenscherm, met verlichting erop. Het was echt super vet. Het was gewoon een Master System volgens mij. Sorry. Oh, ja, het was een Master System. Alleen niet voor mij. En zelfs sterker dan een Master System. Ja, dat kan je nagaan. Alleen, je merkt het wel dat die sterker is dan Master System. Want er moesten 6 AA batterijen in. En er ging een half uurtje mee ofzo. Ik heb er hier nog eentje liggen, die heb ik helemaal gereviseerd, nieuwe condensators en alles erop. Ik heb hem hier ook nog liggen. Oh, sorry, kom maar voorbij, ik zag je niet. Heb je er ook nog eentje gekozen? Ja, natuurlijk. Nooit weggedaan. Dacht die van vroeger? Ja. Oh, netjes man, dat je allemaal bewaard. Oh, jullie ook, ja, netjes. Ik doe nooit dat weg, man. Ik doe echt nooit dat weg. Ja, dat is mijn moeder wel, mijn moeder deed hem net weg. Ja, ik toen ook, ik vroeger ook, maar alles weggedaan. Alles verkocht voor de keta. En toen allemaal voor nog wel wat voor teruggekregen. Alles voor de keta. Dat is Conker's Bad Fur Day, die had ik vroeger ook en die kost nu iets over de 100 euro of zo. Ja, die is behoorlijk prijzig geworden, ja. Ja, ik heb een nadeel, ik heb een klein neefje en een klein dit, dus nou, PlayStation 3, nou, die mag jij ook. Dan dit, oh, die mag jij ook wel hebben. Zou ik je niks meer. Ik had nou mijn PlayStation 5 kapot, ik een nieuwe gekocht. Nou, kijk jij maar of je hem kapot. Heb je er gewoon een nieuwe HDMI? Nou, dankjewel Ed. Lekker toch? Geen probleem, vriend. Als ze er maar blij mee zijn, toch? Ja, toch. Wil je misschien mijn home? Heel mijn studie van mij. Sugar home, sugar home. Nou, hij had mijn oude G27. Heel mijn studiekap ermee. Oh, ik denk ook. Ik zie net een gele vlag, maar ik zie niks gebeuren. What the fuck? Hij stuurde in één keer haast mee zo. Wow! Oh, dat was echt een brute. Dat als je die gehad hebt, joh. Nou, wel verdien dat je ook nog 3 seconden penalty hebt, zit. Dat, Fuck je. Ja, het begint te regenen, jongens. Ik zie druppels komen. Jongen, je bent gewoon zweten, man. Ik
dat je goed kunt zien. Multi headset. Kanon, want Rina is lekker ook. Hij gaat in één keer haaks linksaf met parabolica. Ja, dat moet je niet doen. Dat is de verkeerde kant. Nee. Hey, maar voor die Game Gear had je zo snel, dan kan je er gewoon Mega Drive games op spelen. Nee, Master System. Master System. Ik haal de twee altijd. Moet de man met de Sega auto weer verbeteren? Sorry, Pik. Ik rende ook gewoon eerder als... Maar die... Ik heb het gevoel dat die mediums af aan het raken zijn, man. Ja, die raakte bij mij ook heel snel af. Ja, ik was er voor wat ik was eerder gepikt. Ik denk ik doe even een undercut. Niet gelukt. Ja, probeer ik ook niet te benutten. Ik mag ook daar compleet spinnen alles. Ik heb spinnen penalty. Maar ik moet Madboy nog uitschakelen omdat Binsberg in de weg reed. Bel Dr. Eggman, misschien helpt hij je wel. Kijk op uit. Wat een tering zo. Ben je ook een fan van de film, Matt? Ik durf ook niet meer de film was niet vlak achter je te rijden. Dat was zeer vermakelijk. Welke? Ja, dat is wel oké. De Sonic film. Heb ik nog steeds niet gezien, man? Eén is beter dan 2. 2 is goed? Ja, 2 is oké. Okay. Oh, 1 is beter. 1 is beter. Oké. Okay. Ik heb ook alleen 1 gezien. 2 heeft een iets te lang. Is het toch langer in zitten wat de ding is van de mens. Oké. Maar wel vermakelijk even. Ja, leuk familiefilm. Ik dacht mij benauwd op de games. Ja, oké. En natuurlijk het druk van de dekker. Had ik je nog goed gehoord, zei je neuk onder het Sonic Deck, man? Jazeker. Oké, dan zeg je ook, can I go fast? Ja. Nee, dan zeg je, oeps, I went fast. You're too slow. Ja, dat komt dat ik geen ring heb schaam. Maar als er een impassief dekbed of niet? Kokring om en je. Als je klaar bent, zeg je Spider-Man. Ja, zeg je go, go, web, go! Dat is toch een impassief dekbed? Ja. Ja, dan moet je dus alleen ben je met jezelf bezig. Ja, we slapen allebei in een impassief dekbed. Ah, ja. Wat denk je van een roze? Hoe heet die vrouw? Amy, Je slecht wordt over Amy, jongen! Ja, je hebt wel een tik van ons. Ja. Eentje werd hij volgens mij met tickets uitzocht of zo. Ja, meen ik ook, ja, denk dat. Fucking vaag, ik rij nu mijn snelste rond. Dat is de Mario Bros. Benzine begint ook te raken, toch? Met de Mario Bros. Nee, ik weet het niet meer, man. Dat was met echte mensen en dan veranderde dat in een tekenfilm, zeg maar. Ja, precies. Super Mario Bros. Super Show. Dat is wel bij jou. Ja, die koos. Ja. Kom maar langs. Ja, oké, klassiekers. Wanneer komt de nieuwe Super Mario nou eens op... Gewoon op tv. Ik kan hem al downloaden. Nee, ik bedoel eigenlijk gewoon uit de... Op DVD of zo. Ja, ik ben er met mijn zoon nou 2 keer... pijp van die film. Maar het wordt nu gewoon tijd dat ik hem op tv kan afspelen. Zo, ik ga nu even de snelste onder. Nou, Madboy. Ja, we zien mijn achterkant eruit. Dat kan wel eens gebeuren. Yo, Sega Man. Wie zei dat jij een witte helm op hebt?
Ja, dat klopt. Sega 23. Michelin. Remmen. Uiteindelijk een beetje in de race, alleen met 300 te gaan ze een beetje te laat. Ja, beter laat dan een beetje die nieuwe Sonic game ook tof. Mat. Dus de ronde onder de 41. Heb je het eerst? Ja. Hij is oké. Wow! Ik heb het twee. Krijg ik een duwtje of moet ik wachten? Yo, nee, ik kreeg geen duwtje. Mag ik de tijd voor Ascari? Ja, ik kom. Ja, ik had het gevoel dat ik een deal met daalde, maar als dat niet zo is, dan wordt ze cheaten. Ja, ik schoot ook naar de dus ik volg die aanval. Is dat wel mistig of ligt dat aan mij? Dit is mistig. Ja, ik vond het een beetje mistig. Even de broodpots. Het had zo mooi geweest als het nu ging regenen. Nu hoef ik niet meer. Jawel man. Ik ben al voorbij start finish, dus laten we dat niet meer doen. We zijn wel een beetje koos verloren in de tijd. Ja. Chief, ben jij er al? Nou, ik ben 4 seconden ingelopen, maar dat is genoeg. Dat is te kort. Weet je hoe dat komt? Ik heb traction control weer aangezet. Nee, Zippy. Scheelt toch wel veel, man. Wegwezen. Oh ja, bij deze moest hij helemaal uit, hè, traction control. Nou, ik heb het maar gedaan om een keertje te kijken wat het verschil is. Maar ik bedoel, ik reed weg bij jullie. Met traction control af en op een gegeven moment, het was nog 30 seconden. Dus ik denk, nou, laten we maar veilig spelen. Ja, high risk, high reward. Je nee, want er was niks meer te winnen. Nee, maar ik bedoel, als je er vol uitrijdt, je gaat sneller, maar... Oh zo, ja. Nee, maar ik was tijdens het oefenen echt geen één keer gespind. Dus ik denk, nou fuck it, ik ga het gewoon proberen. Slari, dankjewel voor de 20 maanden, jongen. Fortnite stream, please. Geef de mensen wat ze willen. En wie zijn die mensen volgens jou? Ik ken ze niet. Deze man speelt Mortal Kombat ofzo, joh. Ja. Fatality! Finish him! Dat was een kalkoen, denk ik. Ja, inderdaad. Ik probeer de Liu Kang na te doen. Ik dacht eerder Murloc ofzo. Gefeliciteerd, Matthijs! Gefeliciteerd, Matthijs. Lekker, Matthijs! GG. Ik weet niet of ik al besloot je heel hard in die... Ja, en dat allemaal op je verjaardag, ik. Ben jarig? Dat zou maar kunnen. Mensen worden jarig. Ja, één keer per jaar. Klopt. Tenzij je in de schrikkeljaar jarig bent en februari kind. Daar gaan we vroeg. Ah. Ja, maar dan ben je nog 10. Woe. Ja, ik remde op tijd omdat... Nou, oh. Vieren! Niet ontevreden. Oh. Zeker niet ontevreden. Oh. Nee! Ja, ik zat niet op. Ik zat in mijn spiegel naar jou te kijken. Want ah. Oh, ah, was leuk. Was echt een leuke race. Ja.
Ik maak er nog goede fouten bij. Alle vier, dat bedoel ik. Ja, ja, wat's up Lily? Dat kun je daar niet. Ja, ik hoopte echt dat je eraf zou gaan, want ik zag geen andere mogelijkheid nog om je in te halen. Ja. Dat is wel goed dat je achter snow zit, want volgens mij was snow je langzamer. Dus kun je helemaal los op snow, ik kwam er eigenlijk niet meer bij. Maar netjes op blast.